Goedenavond allemaal. Welkom, welkom. Goedenavond. Vanavond ben ik niet helemaal alleen. Vanavond gaat mijn moeder vooral, Petra, gaat het maken. En ik ga alles aan elkaar praten en doen. Maar goed, ze zit hier in ieder geval bij. Hallo allemaal. En dit is voor haar de eerste keer ook dat ze natuurlijk een live doet. En nou, dat is natuurlijk best wel een beetje spannend. Maar goed, ik heb al gezegd dat het goed komt. En dat jullie ook wel vaker deze lives kijken. Dus ja, we gaan er gewoon vanavond een leuke avond met z'n allen van maken. En ja, we gaan kijken hoe we het gaan doen. Dus ik krijg niet mijn handen, maar mijn moeders handen. En dan ga ik even kijken of ik... de chat ook weer een beetje dat het gelijk loopt. Want ik heb natuurlijk vertraging op het beeld. En ik ben nu even aan het kijken of ik die opnieuw kan starten. Dat ik wat dichterbij bijloop bij waar we zijn. Even kijken. Yes. Nou, ze vinden het leuk om jou in actie te gaan zien, man. Spannend. Nou, vanavond gaat ze aan de slag met de Mintai collectie, de Woodland. Die hebben jullie vast allemaal wel gezien. En hij is ook al meerdere malen besteld in de winkel, weet ik. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag. Even kijken, wat gezellig. We zijn even aan het kijken hoe we alles neerzetten. Zodat we ook beide een beetje de reacties kunnen meelezen. Maar joh, dat komt helemaal goed. Even kijken. Kun jij deze niet zien? Nee, glanst. Kijk hier wel. Okay. Ja. Nou, hebben we dat ook geregeld? De Woodland ligt hiervoor. Wat er in zo'n paperpad zit, nee, weet je, dat heeft Janine al of in een Showtime laten zien. Dus dat gaan we niet helemaal laten zien. Wat voor deze live van belang is, zijn een aantal pagina's die je voor dit project kan gebruiken. Het wordt dit project. Uiteindelijk. Dat is wat we vanavond gaan maken. En er kwamen al heel veel leuke reacties op via Instagram. En er werd gevraagd, kan dat live? Dat kan. U vraagt, wij draaien. In eerste instantie zou ik het gaan doen. Maar goed, mijn moeder gaat het nu zelf proberen en dat moet vast en zeker goed komen. Misschien is het handig om in een paperpad nu even te laten zien welke pagina's je daarvan kan gebruiken. Er zijn bepaalde soorten pagina's die je voor deze borduring erbij kan gebruiken. Hier heb je een... het is de eerste keer dat ik met mijn moeder samen doe, inderdaad. Ja. Ik weet nog, de eerste keer dat je live ging, was je zenuwachtig. Ja, absoluut. Nou, dat was mijn moeder ook, hoor. Is ze nu nog steeds wel een beetje. Dus ze zegt, ga jij maar lekker praten, dan doe ik het wel. Hier zie je een van de pagina's met een hele mooie deur met allerlei dieren erop. Misschien kun je de borduring er even opleggen. We hebben namelijk een borduring van Joycrafts. En die zijn er in meerdere maten. Wij hebben bij dit voorbeeld, daar is de 20 centimeter doorsnee gebruikt. Maar we gaan nu, omdat de 20 kon ik niet vinden in de winkel, we gaan nu de 25 gebruiken. Maar dat kan prima, want het papier is 30,5. Je kunt dus kijken met je borduring hoe je het wil neerleggen. Of je dat wat meer naar boven wil of wat meer naar beneden. Dat is net wat jij erop wil hebben. Ja, dan hebben we er nog eentje. En volgens mij heb je die ook gebruikt bij het voorbeeld. Daar heeft ze ook aan de bovenkant wat meer gebruikt. En dan denk je, oh wat zielig, want dat hetje gaat eraf. Maar daar plak je straks weer van alles overheen. Dus deze pagina kan ook. En dan deze. En volgens mij gaan wij die vanavond gebruiken. Nee, die gaan wij niet vanavond gebruiken. Ik hoor iemand heel hard schudden. Of ik zie iemand heel hard schudden. Met deze mooie boom. Die kun je ook gebruiken. Dan heb je al een gevulde achtergrond. En dan kun je het zelfs aankleden met de leuke knipplaatjes die erbij zitten. Wat mijn moeder heeft gebruikt voor het eerste voorbeeld is
volgens mij minimaal 2 vellen aan knipplaatjes. Ja, klopt. Ja, klopt. En dan zitten er natuurlijk nog wat, deze bijvoorbeeld, die zitten ook in. Je zou kunnen zeggen, die ga ik ook gebruiken. Dan heb je al een klein beetje daar een hoek. Dan zou je onderaan dus nog diertjes kunnen doen. Dus zo kan dat ook. Oh, we moeten stoppen met papier laten zien. nou ja, weet je, dat is wat je ermee kan doen. Voor de rest zit er natuurlijk nog heel veel mooi papier in de paperpad. En dan het knipvel is deze onderste. Die hebben we gebruikt om plaatjes mee te knippen. Die zit 1 keer in het paperpad. En dan hebben we nog een losse erbij gedaan. Dus je kunt die knipplaatjes ook loskopen. Ik weet niet meer hoeveel. Volgens mij zit er 1 in. Ik weet het niet meer. Maar goed, we hebben in ieder geval 2 plaatjes nodig. Ik zal deze even van je aannemen. Nou, dan gaan we beginnen bij het begin. Alle materialen zijn trouwens al gelinkt. Ik heb hem hierboven in bij het filmpje wel neergezet. En ik zal hem later nog bij de eindfoto nog even plaatsen. Ja, het is heel veel gepraat van mij. Mijn moeder zou je denk ik niet zo heel veel horen. Maar ik zit er braaf naast. Mijn moeder heeft, als je hem even in beeld laat zien. Ze heeft al voorgetekend. Ze heeft de beduring op het papier gelegd. En gekozen welk deel zij wil gebruiken. En nee, dat knipt ze nu netjes uit, een mooie cirkel. Dat ze eigenlijk al van tevoren willen doen. Maar goed, dan kunnen jullie meteen meekijken. En het is dus echt aan jezelf hoe jij wil dat jij bij jouw beduring komt. En zeg je, ik wil liever een kleinere beduring. Dat kan, want we hebben ook 10 centimeter doorsnee. 15, 20, 25. En misschien nog wel groter. Maar dat durf ik even niet zeker te zeggen. Nou. Dan heb je de ring uitgeknipt. En er zal vast vanavond... vraag, gebruik je de binnenkant of de buitenkant van de ring? Om het om te trekken. Ik gebruik de buitenkant. De buitenkant. Dan kun je altijd nog bijknippen. Als het te groot is. Makkelijk, Jeanne. Jij kan praten, geen keuzestress en je man zit het werk. Ja, goed geregeld, hè? Ja, het heeft dus de buitenkant omgetrokken. En dat kun je dus laten bijknippen. Knap zo netjes rond kunnen knippen. Nu gebruik ze de Tacky Glue, de Quick Dry. Tacky Glue is gewoon echt een goede lijm om een ander soort materiaal dan papier ook vast te maken. Nu heb je natuurlijk een beduring, dus ze doet echt wel even goed lijm op. En ik zie dat dat ook te zien is voor jullie. Even kijken, is de cirkelsnijder van Vaas niet handiger? Ja, past er niet in. Het past er niet in. De maat is van te groot. De maat van de cirkel kun je niet zo groot maken met de cirkelsnijder. Dus vandaar dat dat met deze maat niet kan. Met deze, met die 1 maat kleiner, kon dat wel? Volgens mij wel, ja. Met de 20, die beduring van 20, kon dat waarschijnlijk wel. Maar nu heb je dus een doorsnede van 25 centimeter. Maar ze pakt het er even bij, zie ik al. Gaat tot 15 of 16. Ja, de cirkelsnijder gaat tot 16 centimeter doorsnee. Dus dat past niet helemaal. Hoi allemaal, leuk dat je komt kijken. We zijn al een beetje begonnen. Het is voor mijn moeder de eerste live dat ze echt meedoet. Normaal kijkt ze natuurlijk met mij wel vanaf beneden mee. Maar nu is ze zelf bezig. En ik praat er mooi vooral omheen. Mijn moeder zegt gewoon van ik ga niet praten. Maar nu moet ze gewoon haar best doen om niet te gaan reageren.
aankondiging niet goed gelezen, hoor ik ineens twee stemmen. Dat was even gek als je dat niet verwacht. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Even kijken. Even een slokje drinken, Petra. Zorg Lisanne wel voor. Ja, dat heb ik al netjes gepakt. Is het klaar? Ik heb een kopje koffie. Heb ik gepakt voor de live uitzending. Ik heb alles geregeld. Oh, je hebt al een fan, mama. Betekent dat je vaker live kunt gaan, nu al. Hoef je alleen maar een cirkel te knippen en op te plakken. Ik heb nog niks gedaan. Nou, je hebt gezegd ook dat je die fase snijden niet nodig hebt, want je knipt zo mooi rond. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Dat is lekker niet zo moeilijk. Nou, daar komen de plaatjes aan. Nou, en dat is natuurlijk heerlijk om 's avonds op de bank te doen of buiten in de tuin of iets. Om lekker plaatjes te knippen. Nee, ja, dat komt wel in beeld. Dan heb je een heel veel gave plaatjes met dieren, met plantjes, paddenstoelen, lantaarntjes, van alles eigenlijk. Ja, je bent gewoon nog in beeld. Maar niet heel veel lager nog. Nou, dan ga je een beetje kijken, denk ik, waar je alles wilt hebben. Een beetje verdelen. En dan kijk je ook welke plaatjes je wilt gebruiken. En hebben we hier ook een dier onderaan staan? Ja, hier onderin hebben we ook een dier. Ja, dat zie je een gedeelte van. Maar waarschijnlijk zie je er straks niet heel veel meer van terug. Omdat je daar dan weer dingen overheen plakt. Even kijken. Knippen jullie die witte rand er zelf aan? Jazeker. Zelfs op de bank heb je gewoon dat schaartje wat daar rechts in beeld ligt van Crafts Companion. Of mijn moeder gebruikt deze wel graag, die van Ekatels. Dan gaan we daar gewoon s'avonds op de bank plaatjes mee knippen. Ja, nu heb je dus, denk ik, eerst begin je met de wat grotere plaatjes. Om het al een beetje op te vullen, kun je iets hoger werken. Ze schuift het iets omhoog. Ze moet even. Oh, ik kreeg zo'n lachbui. Dan weet je dat vast. Mijn moeder en ik hebben heel vaak lachbui. Dus mocht dat gebeuren, dan weten jullie waar het vandaan komt. Nee, hoger werken probeert ze. Maar ze is natuurlijk niet gewend. Normaal legt ze alles dicht bij zichzelf. Dus als ze iets lager werkt, dan geef een gil. Zeg het maar gerust hoor. Even kijken, maar waarom die witte rand? Nou, die witte rand hoeft niet per se. Dat is net wat je mooi vindt. We hebben het nu wel gedaan. Maar we doen dat eigenlijk niet altijd per se. Even kijken. Zo. Even kijken. Ja, leuk hè, dat we samen live zijn. Ja, dit is leuk voor de kerst en de herfst. Nu hebben we het inderdaad met de Woodland Winter. Maar je kunt natuurlijk ook met de kerst, met wat voor thema jij dan ook wilt werken. En Minta heeft natuurlijk gigantisch veel van die plaatjes. Wat je lekker kan uitknippen. Maar ook Craft of Clock heeft dat. Ook AB heeft dat. Dus je kunt eigenlijk wel... Ja, met allerlei merken dat doen. En wat wij vanavond ook erbij hebben gebruikt. En dat is al wel van vorig jaar. Even kijken of ik de voorkant nog kan vinden. Ja. Misschien hebben jullie dat thuis. Misschien ook niet. Je klinkt wel verder weg. Ja, ik zit niet dicht bij de telefoon. Omdat mijn moeder dat doet. Dit is het Flora boek van Mintai. En dit is meer op de fall en de winter edition. Dus meer de herfst en de kerst. En dan zitten dus ook hele gave
knaloranje plaatjes bij en kerstbomen en dingen. En die kun je dus ook heel leuk gebruiken om het extra aan te kleden. En wat mijn moeder voornamelijk vanavond gaat gebruiken zijn deze takjes. Die wat langere takjes gebruiken ze erbij tussen. Is dat ook zo'n A5 blokje? Dit floraboek is A5, ja. Dat klopt. Even kijken. Ja, we hebben nu allemaal met knipplaatjes gedaan, maar van de laatste 4 series van Mintai zijn nu ook die cuts. Dus wil jij niet knippen, dan zijn er ook die cuts. Er wordt gevraagd, werk je nu alleen maar vanaf de rand of ook nog op de achterplaat? Misschien ook nog, ja. Ik doe altijd eerst op de ring en dan bouw ik hem verder op. Kijk of er nog bij, dingen bij kunnen. En achter kunnen en tussen kunnen. En die dieren komen uit. Al deze dieren, Ali, bedoel je dat? Die uil, die vogel, vosje en zo, bedoel je die dieren? Oh, dat geeft niks als je wat later bent, hoor, Mia. Je kunt altijd nog terugkijken. Die dieren komen horen bij de Woodland. Dus dat is zo'n groot knipvel van de Woodland. Die staan ook wel gelinkt bij de materiaallijst. En dan heb je van de Woodland heb je dan dus een groot peperpad. Maar ook een kleine. Maar bij die kleine zitten dus dan niet die losse knipplaatjes. Daar heb je gewoon de vellen. Ja, de vos en de ree zitten er allemaal bij. Al die plaatjes wat je nu hier om de beduring heen ziet liggen, die komen uit dat peperpad. Of uit dat knipvel. Nou, het is natuurlijk allemaal even puzzelen waar je alles weer gaat neerleggen. Maar het achtergrondpapier is natuurlijk al erg mooi. Dus daar kun je altijd in kijken. En je werkt nu met foamtape, toch? Ja, nu heb ik foamtape onder. En foamtape zijn natuurlijk in alle dikkere, allemaal allerlei diktes. Dus daar kun je ook weer heel veel mee spelen. Ja, leuk voor in de kinderkamer met de bedtime story, absoluut. En het idee is nog om dit ook nog te gaan maken. En dan met die van Studio Light zo'n lichtjesnoer er doorheen. Als je dat dan heel mooi er doorheen weeft, dan heb je een mooi leuk lichtje. Voor de herfst of voor de kerst. Gaan wij nu vaker samen live, vraagt iemand. Oh, dat weet ik nog niet. Eens even kijken hoe dit allemaal gaat. Heb jij de karton nog? Ja. Nou. Ja. Je bent nu weer in beeld aan het knippen, dat is begrijp je. Ja, dat snap ik, maar dat hoeft ook niet. Ja. Dat is gewoon een stuk karton. Nou, ze knipt nu dus even in een stuk karton. En dan gaat het heel zwaar met knippen. Dus daar staat een grote schuif. Ja, die ook. En dat is gewoon een stuk karton van een doos of iets. En daar kun je ook nog weer dikte, diepte mee creëren. Omdat je daar nog weer een wat dikkere laag mee kan maken. Zal ik het even knippen voor je? Ja, graag. Maar gewoon een strookje en dan Ja, kerst is dat ook heel leuk, ja. Ja, je hebt wat gemist, Monique, want mijn moeder zit erbij. De handen die je in beeld ziet, dat is van mijn moeder. Zij maakt deze mooie beduring. Het was tenslotte ook haar creatie in eerste instantie. En nou, er was veel vraag naar om in live te gaan. En na overleg bouwen ze het toch wel live. En eigenlijk is er vanavond ook besloten dat ze het ook zelf mag inmaken. Even kijken. Ik wil... Oh, jullie hebben het over de bakjes die je kan gebruiken. Ja, er zijn heel veel soorten bakjes.
We hebben van die bakjes van Fase waar je 6 van die kleine bakjes weer in kan doen. En we hebben ook heel veel oude, dat had ik laatst gevallen op mijn moeder, heel veel oude knipplaatjes. Als het papier dan op is, maar je hebt nog knipplaatjes over. Je kunt natuurlijk ook weer dingen combineren, plaatjes met elkaar. Eén stukje in beeld. Ik ben aan het schieten. Kun je de ringen overal kopen? Dat durf ik niet te zeggen of ze overal kopen, maar sowieso bij ons in de winkel. Fijne avond, Stephanie. Nou, en ze gebruikt nu dus ook tussendoor het lijmpistool. En dat deed je echt op die stukjes van dat karton, toch? Ik ga nou de benen amputeren. Nou, het diertje wat mist zijn poten nu. En waarom doe je dat? Anders stikt hij te ver op de achtergrond bovenuit. Dan kan ik hem mooi zo eronder prutsen. Plak ik hem eigenlijk over dat andere hertje heen. Dat zie je dan niet weer terug. Wat op het achtergrondvel zat. Ja. En dan plak je dit ook weer met een stukje karton op. Ja. Dan krijg je er allemaal meer diepte in. Als je verschillende laagjes doet. Dus eigenlijk wat je het op verschillende... het achterste vel doet. Dat, daar doe je dat karton op. Ja. En daar doe je het dan... Ja, gaaf is dat, hè? En dat is gewoon een kwestie van giga veel plaatjes knippen en gewoon allemaal erop plakken. Ik zal eens kijken hoe ver we zitten. Oh. Is de tijd erom? Nee hoor, 5:08. Je hebt nog even. Want ik moet nog heel wat bij op. Iemand heeft scharen vliegles gegeven en die kan hem niet meer terugvinden, dus had een nieuwe gekocht. Dat is knap. Hey Alice, jij ook hier? Ja, niet hier, maar... Dit is echt een tik van de designers van ECD, amputeren. Els en jullie nu ook. Foei, foei. Ja, als je een doorzicht gebakjes bewaart, kun je makkelijker zien wat je hebt. Dat klopt zeker. Je moet eigenlijk iets naar boven met je ring. Maar ligt het altijd hetzelfde? Ja, ik zie het nu in beeld. Dan heb je de mat naar jezelf toegetrokken. Nou, niet zo lang denken. Gewoon plakken. Plakken, hupsakee. Net of je geen plaatjes genoeg hebt. Ja, je zult ze maar een keer opraken. Dat is toch ook erg. Nou, ze vinden het al heel mooi worden. Leuk. Hey, Jeanette, jij ook hier? Nou, Jeanette, er zijn een keer andere handen in beeld. Deze keer is mijn moeder aan het werk en ik ga alles praten, aan elkaar praten. Witte bloemen vinden ze heel mooi. Ja, die zijn ook mooi. En dan weet ik eigenlijk niet of... moet ik hier die witte pompoenen alvast uitzoeken? Ja, en die takjes. We hebben dus hier al... Dit is dus een bakje waar we dus uit dat autumn winterboek al de plaatjes hebben geknipt. Dus die, we houden ze wel vaak per soort bij elkaar. Dat je ze wel... Nou ja, als je dan per ding wil gebruiken, dan heb je dat wel bij elkaar. Ja.
Ik had de telefoon een keer alleen. Ik dacht al, ik zie andere handen. Nu hoor ik ook een stem van Petra aan, zegt ze net. Deze klopt erbij. Dat zie ik nu net. Ik zie in één keer een plaatje. Grappierig. Even kijken. Nou, oh. Je doet het geweldig. Maar heb je zoveel plaatjes en dan weet je het nog niet. Maar het is een keer wat anders, hè, dan dat ik alleen maar in mijn eentje alles doe. Het is wel makkelijk zo. Ik hoef er alleen maar bij te zitten en een beetje te praten. Ik hoef niks te doen. Maar ik heb geknipt plaatjes. Maar... En ondertussen gooi ik er een paar plaatjes bij. Wil je die er ook bij of niet? Nee, dat is een neusvleugeltje. Oh, je mag het niet. Je bent weer omlaag gegaan. Nu zie je kunst. Jullie werken heel goed samen. Ja, totdat wij een slappe lach krijgen, dan vinden jullie dat niet meer gewoon leuk. Denk ik zo. Nou, volgens mij hebben we genoeg plaatjes erbij. Ja. Even kijken. Nou, de rode paddenstoelen hebben we eigenlijk niet gedaan, want er liggen hier van die leuke besjes. En die komen er nog bij, maar echt dat de rode van de, het is een heel ander soort rood. Dus daarom gebruiken wij het er niet bij. Die plaatjes niet? Nee. Nou, ik zal het erbij houden. Nee, dat andere rood is net wat donkerder, dus dan vinden we dit, ja, vinden wij persoonlijk niet mooi. Nou, is alles nog steeds goed in beeld? Volgens mij wel, hè? Nou, dus eigenlijk voor dit is eigenlijk een lijmpistool en foamtape onmisbaar. Ja, je kunt alles wel met foamtape doen. Of met lijm, maar nu krijg je gewoon veel meer diepte erin. Ja, dat is in het begin uitgelegd, Monique. Toen heeft mijn moeder een cirkel afgetekend op het hele scrapvel. En dat knip je dan uit en dan plak je het eronder. Ja, kijk, ik denk dat je met je moeder altijd gezellig hebt. En de slappe lach, daar geniet je gewoon van deze live. De slappe lach samen is ook heerlijk. Begrijp niemand dat. Hebben jullie toch een leuke avond? Ja, dat komt goed. Moet je kleinere stukjes hebben? Nee, ja. Okay. Ik zorg zo van. Ja, hij komt, uiteindelijk komt hij op YouTube te staan. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. En zal even een foto plaatsen in de groep. Dus dan kunnen jullie dat ook nog terugzien. Nou, is er maar één bloem. Wat voor een bloem zoek je dan? Een witte. Zijn er geen andere? Dit is er nog wel één. Ja, hier. Zal ik het even uitkomen? Nou, wacht eerst maar. Ik had toch nog aan het werk gezet. Oh, daar ben ik al lang aan het nadenken. Mm-hmm. Dat wat erop zelfs achtergrond is dat woodland. Ja, dit is allemaal woodland. Nou, en mocht je dan straks nog een keer in de winkel komen, ik neem hem woensdag mee naar de winkel. Dus dan zal hij daar ook staan. Mocht je het in het echt willen bekijken.
Hang je de ring op en zo, ja, hoe doe je dat? Ik zie geen ophangsysteem. Ja, dat kan. Komt je kunt nog. Aan dat, je kunt straks, kijk, dat komt nog, gaan we moedig laten zien hoor. Je kunt daar bovenaan een draadje maken, zal ze straks even uitleggen hoe ze dat doet, zover is ze nog niet. Maar dat komt er straks aan. Voel je al een tijdsdruk? Nee, want ik zie geen tijd lopen, dus eigenlijk niet. De vorige keer kwam je een klokje brengen bij mij een keer. Ja, maar... Het heeft nu weinig zin. Oh joh, het is nog maar 8:05. Oh. Alle tijd nog. Ja, bovenaan de ring komt dat, klopt. Je volgens mij met die camera niet stil, of wel? Nee, jij zou het wel kennen, honden. Wel, dan hebben we nog even. Toch? Om dan verder af te maken. Misschien kun je nog wel eentje, maar nog wel eentje maken. Dacht ik niet. Dan moet je al die plaatjes geknipt hebben. Grapjurk. Oh, leuk dat je vrijdag naar de winkel komt, Annie. Er is genoeg te zien in de winkel. Nou, zo kun je dus eigenlijk helemaal naar je eigen smaak opbouwen. Dat mag ook al wat langer duren, dus dat is ook niet zo erg. Langer dan 8:30. Nou, ik gebruikte dus deze beduring eerder ook, maar volgens mij 1 jaar of 2 jaar terug was er ook een hype met beduringen dingetjes maken. Nou ja, nu dacht mijn moeder eens een keer, nou dat kan ik wel weer doen. Dit papier leende zich er eigenlijk wel goed voor. Je moeder is niet zo van de lijf, maar wel gezellig zo. Nee, ze vindt dat dat praten, dat hoeft allemaal niet per se. Maar dat zo plakken, dat gaat wel. En af en toe zegt ze wel eens wat. Ze zit er in ieder geval nog wel. Je hebt dan weer naar jezelf toe getrokken. Dat is echt niet. Ik doe dat zomaar niet. Jawel, ik ben nu weer hier. Ik kan het toch zien. Hey, ja, weet je, dit... Volgens mij was dit meteen het eerste idee wat je kreeg bij dit papier, toch? Ja, dat komt door de achtergrond verder. Daar komt het door eigenlijk. Ja. Ah joh, ik praat alles aan elkaar. Dan kan mijn moeder ondertussen mooi spul vastplakken. Ja, dit is wel leuk bij mijn moeder. Maar als we andere dingen gaan doen waarbij je allemaal met inkt en zo gaat smeren, weet ik niet of het wel zo'n leuk verhaal gaat worden. Nee, dat heb ik vanmiddag ook al gedaan. Zo erg genoeg als ik alleen ermee zit. Vanmiddag was hier alleen dus bezig met inkt en pruttel. Nou, dat is dan altijd een hele smeerboel. Nou, dat is niet geschikt voor een live. Nou, je mag vaker live. Volgende keer mag ze het alleen doen, of niet? Dan ga ik gewoon niks meer zeggen, dan zit ik er alleen bij. Nou, ik denk het niet. Die mogen jullie vaker doen. Vindt het super gezellig. Nou, top. Gaan we onthouden als er nog weer een keer iets is. Ach, kijk dat eekhoorntje. Je moet ook nog erbij. Dan moet je niet weer in het midden doen. Dan moet hij dan. Maar dat heb je de vorige keer ook gedaan. Dat is niet leuk. Even kijken. Wilde dieren pas. Die kan het wel alleen. Die zal dan serieus jij en niks zeggen. Ja, dat kan ik wel. Maar dan ga ik wel lachen, denk ik.
Volgens mij is je moeder ook van een drukke opbouw. Nou, weet je wat is? Die kunt je gewoon echt een heel gaaf 3D-effect mee krijgen. En op zich is niet... Ja, misschien lijkt het nu druk omdat ze zoveel plaatjes gebruikt. Maar ik vind het wel mooi. Ja, maar qua kleuren... Je bent niet qua kleurenmix... Dat je daar heel erg druk mee bent. Kleurencombinaties. Nee, dit past gewoon allemaal. Ja. Maar zie je dat rode paddenstoeltje weer niet? Nee, is ook niet leuk. Ik kan ook wel weglopen nu. Dan maakt mijn moeder dat gewoon alleen nee, af. Nee, dan loop ik weg. Ik doe hem wel in het midden weer. Zitten alle dieren verspreid. Moet ik nog hebben. Kan met een live. Ja, kan allemaal. Je trekt nu gewoon die mat omlaag. Als het de beduring is, dan doe je de mat wel omlaag. Oh. Kijk, nog een slak. Ja, deze heb ik vorige keer niet gebruikt, wel. Ja hoor. Daar krijgen we helemaal niets met zin. Nee, dat is ook al zo wat, hè. En dan ben ik wel benieuwd wie van jullie dit ook wil gaan proberen te maken of gaat maken. Als ze zeggen nog een uiltje misschien erbij. Ja, en ik heb nog een egel. Een platgeslagen egel. Hij ziet er een beetje plat uit van de onderkant, de egel. Net, ja, een beetje platter. Even kijken. Ja, wie denkt dat dit ook gaat maken? Wel leuk om te horen. En als je het gaat maken, mag je natuurlijk altijd bij ons in de groep plaatsen. Hè? Dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Weet je wat altijd zo grappig is? Je knipt de plaatjes helemaal netjes uit. Tot het einde van bijvoorbeeld een steeltje. En dan plakken we hem er vaak achter. Ah, oh, zeg je net. Ja, of je ziet niks meer terug van het plaatje wat eronder ligt. Welk papier gebruik je? De Woodland van Mintai. Ik zal het erop leggen. Kijk, daar staat het. Ja, daar kun je goed lezen. Weet ik niet. Dat denk ik bijna niet. Zou ik hem eerder op de deur leggen? Pizza. Nee. Nee. Ik kan maar niet doen. Ja, misschien nu wel, dat blauwe. Nou, misschien heb je ook nog wel gewoon plaatjes thuis, hè? Dat je mooi papier hebt en plaatjes. Hoeft niet per se natuurlijk met deze lijn. Dat kan natuurlijk met allerlei soorten lijnen. Echt wel onmogelijk. Daarom ga ik niet live. Zo, je kunt dat best wel. Volgende keer maak ik gewoon beleiding op de mat. Daar binnen moet je blijven. Ja, leuk hè. Het is echt wel een leuk idee. Die witte bloemen. Deze zitten er wel bij in de pet. Die pompoenen komen uit dat herfst knipboek. Hey Diane, leuk dat je er ook nog bent. Je kunt altijd nog terugkijken. Je kunt wel het verschil zien in vingers. Als ik even een beeld ben met mijn vinger. Wat wil je ermee zeggen dan? Niks. Ja, je hebt nagellak op. Nee, jij niet. Ja, dit is ook natuurlijk leuk als cadeautje hè, voor verjaardag of iets. Gewoon een leuke eyecatcher in de kamer.
nou weet je, en die pompoenen hoeven er natuurlijk niet per se bij. Want je hebt natuurlijk gigantisch veel plaats in, in dat knipvel zitten. We zullen hem straks nog even dichter in beeld houden aan het eind. Dan kun je de lagen denk ik net wat beter zien. Nu snap ik wel dat het heel druk lijkt als ik nu via mijn iPad ook kijk. Dan zie je niet die diepte erin. Dat dat verder af is. Nee, dat moet je recht houden en dan omhoog. Die zit nog los. Even kijken of je dat zo ziet. Nou, nu kun je denk ik wel de diepte wel een beetje zien. Dat verschillende lagen. Ik zal proberen om dat straks op de foto ook goed te krijgen. Misschien dat je het zo ook kan zien. Dat is iets recht houdt als je de verschillende... Kijk, nou zie je de diepte al wat meer. En nu zie je alle lagen. Even kijken, vraagje. Heeft je moeder je aangestoken met deze hobby of is het andersom? Heb jij je moeder aangestoken? Nou, eigenlijk is het begonnen bij mijn jaren terug, denk ik, bij mijn oma en mijn moeder. Die maakte toen borduurkaartjes. Toen was ik natuurlijk nog klein. En dan deed je wel eens wat mee. Want toen hebben we eigenlijk jarenlang niks meer gedaan op kaartenmaken gebied. En ik denk dat we nu zo'n 6 jaar of zo weer dit opgepakt hebben. En dat we toen eigenlijk samen zijn gaan oppakken. En eerst ben ik in het designteam bij Hobby Vision gegaan. En later kwam mijn moeder dan ook bij. Dus eigenlijk... ja, zo is dat zo gegaan eigenlijk. En nu hebben we mijn oude slaapkamer als hobbykamer met giga veel spullen. Ja, gaaf is dat, hè, dat je die 3D kan zien. En nu heb je dus eigenlijk alleen nog maar gewoon echt alleen... papier gebruikt met foam tape of met stukje karton. Nog geen eens bij het andere voorbeeld heeft mijn moeder nog wat touw er tussendoor gedaan. We hadden ook nog sisal. Ik weet niet of je dat nu gaat doen. Och ja, dat is er ook nog. In zo'n live vergeet je nog wel eens wat. Dat heb ik ook wel eens. We hadden ook nog wat sisal klaargelegd. Wat je er zo een beetje tussen kan prutsen. Dat maakt het wat speelser. En dan wikkel je om je vingers. Ja. Even wat verder naar voren. Ja. En dan pruts je er een beetje in elkaar. En zo kun je natuurlijk van allerlei materiaal gebruiken wat je ook maar wilt. Het is altijd een beetje een gehangen dit. Als je het niet mooi vindt, moet je het gewoon niet doen, hoor. Nee, ik doe het nu even niet. Ik moet even rustig alleen mee zijn. Ja, oké, okay, het is hoor duidelijk. Dan loop ik nu wel weg, dan mag ik het alleen afmaken. Maar goed, dat kan er dus tussen. Maar dan zou je dat denk ik eerder doen als voordat je zoveel had opgeplakt. Dat je het al tussen bij mee plakt. Ja, had ik waarschijnlijk eerder mee moeten beginnen. Nou, en dat rooien van die besjes laat je nu ook dan een beetje terugkomen aan de bovenkant. En dan heb je dat rooi ook weer terug. Nee, ze doet het ook niet. Ze heeft het al weggehaald. Wat leuk om te horen dat jullie het samen doen. Ik probeer ook mijn dochter en kleindochter mee te laten knutselen. Dan zitten we gezellig te knippen en te plakken. Nou, en mijn neefjes komen hier ook wel regelmatig. En ze zijn nu iets ouder dat ze het knutselen niet echt heel erg leuk meer vinden. Maar vorig jaar deden ze dat eigenlijk nog heel erg veel. Dat ze echt wel knutselden en hele boekjes maakten en dingetjes. Dus die steken we ook langzaam aan.
Kijk, deze vind ik dus niet zo leuk met het bazen. Nee, dan doe je hem weg. Ah, oh, dat is jammer, Dianne. Het is heel gezellig samen met je moeder knutselen. Niet altijd, maar... Soms moet je gewoon even alleen mee zitten met sommige dingen. Dan moet je geen... Dat heb jij ook als je albums maakt. Dan moet je ook niemand hebben die tegen je zitten praten. Moet je het rustig hebben. Ja. Dat wil niet altijd als wij twee samen zijn. Oh, leuk Anita. Ja, is altijd leuk om met kleinkinderen te doen. Je hebt nog 10 minuutjes. Ongeveer. Kun je er lang mee prutsen dan eigenlijk, hè? Ja. Zie jij nog wat leuks? Je zou nog een slak erop maken. Ja. Je daar wel bij? Nee. Ja, wel. Oh ja, midden voor. Deze heb je ook nog niet gebruikt. Nee, laat ik het eerst maar zo. Nou, we zijn ook vorige week zondag samen met Alice en met z'n drieën ook naar de hobbybeurs geweest. Dat was ook erg gezellig. Het is wel leuk als je dan samen eenzelfde hobby deelt. Ze vinden het allemaal bijna mooi genoeg al. Nou, dat is leuk. Of wordt het te veel? Als ze het te druk vinden. Weet ik niet. Vinden jullie het te druk? Jullie zijn stil geworden. Zijn jullie zo aandachtig aan het kijken? Dat kan natuurlijk. Enigszins bij elkaar in de buurt, want dan kun je mooi samen knutselen. Nou, daar wonen wij wel. We wonen in hetzelfde huis. Even kijken, niks meer aan doen. Vol genoeg. Komt er nog iets boven of niet? Ja, dat komt. Dat komt nog. Ik zou alleen het slakje nog doen. Ja, die mag niet ontbreken. Nee. Hebben we alle dieren gehad, of niet? De uil die zit er al op. Maar dan? Wacht even. Daar. Oh ja. Vos. Heb je ook. Een vogel ook. Nou, heb je alle dieren. Dan denk je hier ergens of zo doen. Kan ook. Moet ik zelf weten. Ja. Die beesten kruipen toch altijd waar ze gaan heen willen. Ja. Plak maar ergens op.
Nou, dan hebben we nu alle plaatjes eigenlijk dan wel opgeplakt, denk ik. Nee, dat niet. Er liggen nog wel wat, maar... Ja, maar genoeg plaatjes. Je hebt er meer dan genoeg aan. Ja, aan twee vellen bedoel je. Ja. Ja. Nou, en dan mijn laatste afwerking nog. We hebben een... mijn moeder heeft een mooie strik gemaakt. Dat is zo'n touw, dan moet hij ergens... Die? Ja. Mijn moeder heeft een mooie strik gemaakt. We hebben gewoon eigenlijk van materiaal wat we gewoon hebben liggen hier gedaan. Maar goed, kijk dus ook wat je hebt of wat je vindt. En dan nu een stukje jute touw heeft ze gepakt. En daar maakt ze het hengsel van, zodat je hem uiteindelijk ook kan ophangen. Oh, jullie waren even weg. Oh. Ik ben er nog, hè? We zijn er nog gewoon. We zitten nog steeds op dezelfde plek. Nou, dan kun je dus om die ring, ja, alsof met de telefoon je stoot tegenaan. Oh, dat wil ik zien. Nou, valt mee. Oh, die kan nu wat hebben. Weg waren ze. Oh, maar we zijn er hopelijk nog wel. Tenminste, ik heb nog steeds doorlopen hier. Ik vond het erg leuk om jullie samen bezig te horen en te zien. En een prachtige jaar. Dank u voor een gezellige live en een fijne avond. Nou. Hier, ja, het is waas, maar dat komt denk ik door de ondergrond. Door die blauwe mat nu een beetje. Nou, dan is het strikje aangemaakt waar je hem kunt ophangen. En dan gaat de losse strik er nog op. Ik haal hem even wat meer naar me toe. Dat kan. Je hoeft ook niet recht vooruit te blijven liggen. Ja, en die strik plak je dan gewoon op met een lijmpistool. Daar werkt het gewoon het beste. En dan is hij zo denk ik wel klaar. We moeten nog iets verder naar boven leggen. Dan kunnen jullie nog zien. Dan is dit de beduring geworden. Brandje nou aan het lijntje stoel. Wat heet wordt het nog? Ze banden zich nog even aan het lijntje stoel. Nou goed. Dit was het voor vanavond. De foto krijgen jullie nog. De filmpje komt op YouTube. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het gezellig. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ik hoop dat jullie het ook wel geslaagd vonden. Dus wie weet tot de volgende keer. Nou, zeg voor ervaring vatbaar. Nou, fijne avond allemaal nog. En tot een volgende keer. Doeg! Doeg!